gestopt. Zo, volgende keer gaan we slapen. Want het is bijna. Ik kijk naar buiten, want het is niet helemaal overlapt. Dus die altijd zit daar verder. Ik ga kijken als het donker is. En je kunt echt goed zien dat dit een taai is. Hij moet aan de lamp zien. Ja, echt wel. Hou je mond van. Dat is echt waar. Als het niet sowieso in Nederland zit, is het zo echt waar. Oh, nee. Alleen die bergen er geen sneeuw. Oh, wat is er al voor iets? Dat zijn de mensen die eerst kunnen kijken. Ja, de eerste kan ik niet uitzetten. Ja, dat had ook wel foto's van gemaakt. Oh, kijk eens scherp. Kijk, als het goed is gaan we landen, dan hoop ik. Ik ben nooit erg op zelf laag. Ik ben hier wel ooit geweest. Ik laag volgens mij goed. Hier ben ik wel ooit geweest, trouwens. Ik herken het. Ik heb hier toen opgevlogen. En ik ben er zeker van. Ik ben er zeker van. Gewoon één keer in de 3 jaar ga je naar Turkije. Ja, ja. Nee, 4 jaar achter elkaar, dan weer 2 jaar. Hoe ben je ons dan? Ja, we hadden gewoon geen idee gedaan, moet jij een beetje klappen. Nou, helemaal tot de engel, dan komt hij natuurlijk gesneden. Waarom dat? Je kan het zomaar afbreken. Wanneer ben jij land? Dan heb je het niet zo, dat je zo. Als je een keer land. Nee, ik heb het helemaal als een bonnetje. Kijk, dames en heren, jongens en meisjes, van harte welkom in Turkije op de luchthaven van Antalya. Blijf stil, alsjeblieft zitten met de historium gesloten, terwijl het vliegtuig heel tot stilstand is gekomen. En de gezagvoerder het teken riemen vast boven uw hoofd heeft uitgedaan. Past u zo dadelijk weer op bij het openen van de bagagevak een handbagage, kan zijn verschoven en kan eruit vallen. Roken is pas weer toegestaan als u in het luchthavengebouw bent aangekomen en alleen in de daartoe aangegeven rookgebieden. Oh, als u zo dadelijk het vliegtuig verlaat, kijkt u dan nog goed in de stoelzak voor u en de bagagevakken boven uw hoofd, zodat u geen persoonlijke eigendommen bij ons achterlaat. Dan nemen gezagvoerder de heer Uilenhoed en zijn gehele bemanning nu afscheid van u. We hopen dat u een hele aangename vlucht met ons heeft gehad. Wij vonden het fijn om u als gast aan boord te mogen begroeten. We wensen u een zonnige, maar vooral een hele zorgeloze vakantie toe. En we wensen u voor morgenavond natuurlijk heel veel plezier met het kijken van het Nederlands elftal. Hartelijk dank voor het vliegen met Transavia en heel graag nog eens tot ziens. Maar dat is ook misschien dat je daar zo'n bouwbeelden hebt. We hadden niet opgehaald met het huisje. Ja, dat is nou jammer. Ik moet even kansen.
Altijd. Ja, ieder jaar gaat ze laten kijken, hoor. De bus doet hem al wel, de bus niet, dat is wel goed. Ja, niet. Oké. Deze lijn ga jij niet. Ja. Ik heb een grote aanslag.